Stel, je krijgt een e-mail of een sms'je, maar je weet niet helemaal of het wel te betrouwen is. In deze video leg ik je uit hoe je kan weten of een bericht veilig is. Iemand vroeg ons, hoe kan ik weten of een e-mail echt is en geen poging om mij op te lichten? Sommige criminelen proberen gegevens te stelen via sms of e-mail. Met een Engelse term noemen ze zoiets phishing. Ze doen zich dan voor als je bank, de overheid, maar ook zelfs als een familielid of een vriend. Probeer dus nooit zomaar op een link te klikken. In deze video geef ik je 4 tips om te achterhalen of je met oplichters te maken hebt. Krijg je een e-mail van iemand die je niet kent of van een bedrijf waar je nog nooit eerder van hoorde, dan moet je voorzichtig zijn. Het kan reclame zijn, maar druk niet op een link en deel zeker geen persoonlijke gegevens. Criminelen proberen je vaak subtiel onder druk te zetten en dat lees je in hun berichten. De toon is vaak dwingend of er is sprake van tijdsdruk of ze maken je nieuwsgierig. Trap niet in die val. Neem je tijd en let goed op. Niet alleen de toon, maar ook de inhoud van een bericht kan verdacht zijn. Heb je een wedstrijd gewonnen waar je nog nooit eerder over hoorde? Of ga je iets erven van iemand die je eigenlijk niet kent? Ja, dan is dat mogelijk verdacht. Een extra tip. Overheden of banken zullen je nooit vragen om gevoelige gegevens zoals je pincode, een wachtwoord of rekeningnummers door te sturen. Neem contact met hen op als je twijfelt. Wat je zeker nooit moet doen, is klikken op een link die je niet helemaal vertrouwt. Gelukkig is er een manier om een verdachte link te controleren. Beweeg met de cursor van je muis over de link en hou even stil, zonder erop te klikken. Dan zie je automatisch het achterliggende webadres verschijnen. Op je smartphone-toestel of op je tablet heb je natuurlijk geen computermuis. Dan hoef je 1 keer lang op de link te klikken voor hetzelfde resultaat. Maak zeker geen korte klikbeweging. Ziet het webadres er verdacht uit omdat het heel lang is of net betekenisloos? Dan gaat het waarschijnlijk om een nepbericht. Niet klikken is de boodschap. Zo, dat was een hele boterham. Het belangrijkste is dat je extra waakzaam bent wanneer je een bericht of een sms ontvangt van een persoon of een organisatie die je niet kent. En dat doe je door het volgende te controleren. De afzender, de toon van het bericht, de inhoud. En als je niet 100% zeker bent over een link, dan klik je er niet op. Veel succes!